PVV en het Front National krijgen het moeilijk in het nieuwe Europese parlement dat in mei wordt gekozen. De leiders van de vier grootste Europese partijen willen niks met ze te maken hebben, bleek vanavond in het eurodebat in Maastricht. De christendemocraat Juncker uit Luxemburg, de sociaaldemocraat Scholz uit Duitsland, de liberaal Verhofstadt uit België en de leider van de Groenen, Keller. Zij zijn de leiders van de grootste partijen in het parlement. In Maastricht gingen ze voor het eerst met elkaar in debat. Van de anti-Europese partijen willen ze niets weten. I will not debate with them, I will not dialogue with them, I will enter no kind of coalition with them. They are not sharing our basic values. Volgens Scholz staan deze partijen voor haat en antisemitisme. For me as a German, it is unimaginable that a Nazi party could sit in the next European Parliament and once more make a propaganda for the ideology of Adolf Hitler.